hij kan heel wel. Ja. Goed jongens, wat we gaan doen is het volgende. Wij gaan zo meteen na de freestyle, gaan we allemaal papiertjes uitdelen aan jullie als publiek. En dan kunnen jullie één paar als favoriet opgeven. Die wordt in de jurering meegenomen. En dan krijgen we uiteindelijk een punt in totaal met de jurypunten erbij en uit aan de slag. Oké, paren, we gaan naar de intro. Dance to the music. En dames en heren, deze filmpjes worden natuurlijk vandaag opgenomen door onze huiscameraman. Geef hem even een daverend applaus. Dankjewel aan Martijn van der Bos. Goed, de jury is gereed, de muziek is gereed, we gaan zo meteen weer beginnen. Geen introfilmpje, jullie hebben ze allemaal al leren kennen, ze zijn geïntroduceerd. We gaan naar de freestyle. En de freestyle is, dames en heren, dat ze zelf mogen beslissen welke dansen, welke mix van muziek, welke kledingstijl, noem maar op, mogen ze allemaal zelf bepalen. Dus geen verplichte dans van standaard of Latijns-Amerikaanse dans. En dat maakt het net zo leuk om uiteindelijk hun eigen creativiteit naar boven te zien komen. We gaan naar onze eigen greenroom. We gaan live overschakelen. En daar staat de eerste paar weer gereed. Kijk even mee. Onze Henry en Sita. Nou, kijk eens aan. Jullie gaan zo meteen een freestyle doen. Henry, wat kunnen wij daarvan verwachten? Ik zou het niet weten. Ik denk het passen. Ja, jullie zien er in ieder geval erg rood gekleed uit voor de passe doble. Nou, Sita, je laatste dans, dan zit het erop. Hoop je toch wel een klein beetje dat je gaat winnen? Of zeg jij nou, ik heb plezier genoeg gehad, mij boeit het niet zo? Het ging meer voor het plezier en niet voor de punt. Ja, niet voor te winnen. Maar het plezier heb je wel gehad? Jazeker. Wij koppelden jullie aan elkaar, had niets met leeftijd te maken. Absoluut niet. Maar Sita, als je nou deze tijd terugkijkt, ben je wel blij met je partner? Ja, heel blij, want ik heb heel veel van ze geleerd. Kijk, van ze, hè? Ook dat is Henry met zijn wederhelft. Nou, dames en heren, eerste freestyle van vanavond, Henry en Sita. Dames en heren, met hun freestyle geef ze een dameapplaus. Sita, onze eigen Tropical Queen en Henry. Klap, Sita! Jury, ik ben heel benieuwd naar jullie commentaar.
Nou, dat zag er in ieder geval erg flitsend uit. Dat had ik even niet verwacht, ziet hij. Ging van een pastoor in één keer naar een wasjes. Ja, dat moest van hem. Hij is de baas, hè? Nou, volgens mij heb jij, je hebt nu een rokje aan, maar volgens mij heb jij de broek aan normaal gesproken, hoor. Altijd. Ik hou het ook aan. Een hele belangrijke levensles. Henry, heb je er een beetje van genoten? Geweldig, hè? Je ziet hoe ze overal volgt. Ik hoor een klein stukje sarcasme. Nee, ze volgt heel goed. Nog steeds hoor ik een klein stukje sarcasme. Ik weet dat ze moeite heeft om de volgorde te onthouden. En als je dan kijkt naar het eind van de rit, dat het bijna overal goed gaat, dan zeg ik dat ze heel goed doet volgen. Absoluut, dat ben ik met je eens. Dat zijn hele mooie woorden, hè? Sita, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar je eerste profielfoto op Facebook. Ja. Nou, ze hadden in ieder geval al een fanclub daar, waren hele jonge dames die waren gezellig mee een wasje aan het draaien. Wim, wat vond jij ervan? Ja, de was dus wel schoon dingetjes ondertussen. En vanuit de Pastoor Dobbel ging je een stukje merengue. En de Pastoor Dobbel voelde een beetje onwennig. En toen kwam die merengue. En toen dacht ik, oh, dat doet ze even. En dat deed ze ook. En wat zo mooi is van jou, het ziet gewoon heel veel continuïteit in plezier, in dansen. En je geniet nog steeds. En dan doe je zo'n mini segway, 3 dansen in 1,5 minuut. Ik vind het gewoon heel erg knap dat je neergezet hebt. Ik heb ontzettend van je genoten deze serie. Dank je wel. Nou, ik vond de muziekkeuze heel erg leuk, heel afwisselend. En de wasjes, laten we het daar nog even over hebben, was echt op die lijn geschreven. Dat vond ik erg, heel erg leuk. En ja, je genoot er ook van, zo te zien. En het volgen, dat was inderdaad oké. Hartelijk bedankt. Kijk, nou, dat is een heel mooi compliment. Het is zelfs mooi dat het op je lijf geschreven was. Nou Henry, als je naar haar heupjes had gekeken, kun je er heel veel van leren. Nee, het was een leuke show. Lekker vrolijk, lekker zonnig. We hadden het gevoel dat we ergens in Zuid-Amerika zaten. Top gedaan. Kijk, dat is een mooi compliment. Dat is een zeker les. Als de dame een compliment krijgt, is dat een dubbel compliment voor je. Want het betekent dat jij mooi hebt weggezet, Henry. Kijk, dan gaan we naar de punten. Kim, we moeten even zoeken. Moet je tellen? Een 9, wauw, Zita. Therese? Een 8. En Arjen ook een 8. Nou, Zita, je gaat goed naar de eerste plaats, hoor. Dames en heren, Henry en Zita. Eerste naam en applaus, jongens. In de tweede dans, de freestyle was het. En dan gaan we live over naar het volgende paar. Kijk even naar de beamer, naar de Green Room. Wie hebben we daar? We hebben eventjes technische storingen. Je hoort. Nee, boven. Ja, precies. Dat was een stuk beter als de eerste keer. Nee, dat moet echt goed gaan. Gaat goed. Gaat goed. Ik hoop dat Sylvana niks zegt. Die stil kan aanleggen. Kom op, baby, begin maar. Nou ja, hij is in één keer. Je bent wit. Ja, boven. Hier, hè? Ik hoef daar niks meer op toe te voegen volgens mij. Jij bent in een doktersjas. Gynaecoloog. Ja. Jij bent gynaecoloog. En waarom heb je gekozen voor gynaecoloog? En probeer even wel iets... Ik kom meteen de stage lopen. En je hebt altijd een model nodig als je ook een kappersopleiding doet en je bent nu gynaecoloog en jouw model is Lisa. Uiteraard. Nou, een mooier model kan je niet bedenken, Lisa. Volgens mij ben je daar ook erg blij mee, hè? Ja, zeker. Nou, ik ben heel erg benieuwd naar die rol van gynaecoloog. In ieder geval, dames en heren, hier komen Mike en Lisa met hun freestyle. Ja, zoals ze waren, ons eigen hebben al zijn. De freestyle van Mikey en Elisa. I checked in at Brazil.
de wiemen te maken. Ik heb me viva. When you kiss me, viva on your side. Viva, viva. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, slaat helemaal rood uit. Of jongens, om een vier staan. Als ik daar naartoe loop, kraak ik. Dan ligt die microfoon, schat. Nee, hè, schatje. Voor het bang slapen vanavond, hè. Vond je het ook niet leuk, dan? Ja, precies. Precies zoals ze verwacht hadden, hè? Ja, precies. Ja. Zeker. Ondanks dat ik nou het huis vind, nog als ik... Ja, dit is ook nog. Ja, precies. En dat wil wederom aan mijn leeftijd. Je lijkt wel een Siamese tweeling. Praat even. Een storing in mijn oor. Zal er even zijn. Alles om mij maar niet aan te voren. Ja, heel goed. Mooi. Die boodschap was duidelijk. Arjen? Nou, ik ben blij dat ik een internist heb gezien naar geen gynaecoloog. Want daar even voorop stellen. In het begin denk ik, waar gaat dat naartoe? Maar toen je in het begin begon te rock roll, te jive, toen heb je verjaard, het is een dansen met de show. Erg leuk gedaan. Compliment. Dank je wel. Telefoonnummer 0611 403 824. Dat is het telefoonnummer van Rens. Maar Rens, steek je hand eens omhoog. Dat is Rens. Maar was Rens. Hey, dit is echt de vrouwelijke versie ervan. Ja, Rens. Nou, oké, ik was eigenlijk best wel fan, want ik zat eigenlijk met spanning te wachten op. Wij komt er nu. Dus hield me echt bezig. En ik zag weer die heupjes, hè. Dat is niet voor niks, hoor, het telefoonnummer. Dat is niet voor niks. Maar ik vond het superleuk, hartstikke goed gedaan. Ik heb er echt van genoten. Ja, het is een fantastische show. Kijk maar. Moet jouw temperatuur ook even opkomen meten? Oh ja, maar dan heb ik toch liever dat mijn komt. Ja. Als dat nog... Oh, is het daar, dank. Nee, wacht even. Dat is van even jou. Geen de beuk. Moet ik even rusten? Zo, als ik nu al sta, dan breek ik iets. Maar we hadden het over het dansen. Opgevallen, zo. Ja, ja, dat kan ook. Mike, je dit was echt jouw ding. Je had er helemaal plezier in. Ik denk aan mezelf, Jan van der Wouden komt op. We krijgen de muziek van Medisch Centrum West. Niks is minder waar. We kregen een show. En een show die stond dus aan huis. Perfect. Dank je wel. Wil jij een 10 aankomen? Nee, dat... Nou, gaan we eens even kijken. Arjen? Een 9, dan komt er een 10. Kom op jongens, waar is de 10? Yeah. Is de telefoon ook? Die heb je echt bewust op dat moment gegeven. En Wim? Een 10. Kijk aan. Dames en heren, Mike en Lisa. Super jongens, toppie. Nou, we gaan weer live naar de Green Room, dames en heren. We hebben hier een fantastisch paar. En ze maken nogal iets mee. En om precies te zijn, het scheelt iedere keer 50 jaar.
Maar in ieder geval meer informatie over die 50 jaar, want het schild krijgen we natuurlijk zo meteen zelf wel te zien. Dames en heren, kijk even naar de beamer. De Green Room, wie hebben we daar? Ja, ik heb twee mensen die behoorlijk op leeftijd zijn. Wie zijn jullie? Ja, ik ben Marcel. Zij weten het niet meer? Ik ook. Wat komen jullie hier doen vanavond? Ik heb eigenlijk geen idee. Dat ben je alweer vergeten? Ja, dat heb je met zo'n leeftijd, hè. Want mag ik vragen hoe oud jullie zijn? Weet je dat nog? Nee, weet ik ook niet. Oké, nou, het ziet er op zich best oké uit. Ik hoop dat ze in ieder geval op tijd bij de vloer zijn. Vroeger, toen konden we nog eens dansen. Die oude tijd. Oh. Nou, dat wordt wat, hè. Weet je wat? Gaan jullie alvast naar de vloer? Dan probeer ik het hier nog een half uur even vol te kleppen voordat ze er zijn. Want het lukt allemaal niet meer zo heel erg soepel. Ik heb de voorbereidingen gezien, dus ik denk dat er een aantal mensen enorm gelukkig gaan worden. Dames en heren, Marcel en Sandra met hun freestyle. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. We will return to our regularly scheduled program momentarily. Please stay tuned. Dames en heren, Sandra en Marcel, freestyle! Dames en heren, we gaan even 50 jaar terug in de tijd. Toen hun ook nog Zwitser hadden.
Dames en heren, 50 jaar later. Oh ja. Ladies and gentlemen, we are experiencing technical difficulties. Please stand by. Dames en heren, dat was Sandra en Marcelo. Jeugd van tegenwoordig. Ja, niet normaal, hè? Wat gebeurt? Wat was dat in één keer voor muziek, opa? Ja, dat is Blackpool. Is een beetje een leuke wedstrijd, of? De beste wedstrijd van de wereld, dus daar moet je een keer mee hebben gemaakt. Jullie hebben die gewonnen, of niet? Zeker. Vroeger keken ze nog niet zo nauw, dus toen hebben jullie gewonnen. We waren de moderne, zeg maar. Ons. Nou ja. Hey. Oh. Sorry, ik ga het aan jou overlaten. Oh ja. Nou, zoals Therese net verleid werd door Mike, vind ik dit wel een heel goede truc om mij te verleiden. Het is inderdaad Blackpool en we gingen 50 jaar terug in de tijd en 50 jaar geleden hadden ze precies dezelfde muziek. Een andere orkestleider en misschien dat er iemand anders achter de toetsen zat. Maar voor de rest, Blackpool blijft altijd Blackpool. En voor mij inderdaad is het ook dé wedstrijd van het jaar. Over een paar weken gaan we er weer gewoon 10 dagen naartoe en dan is 10 dagen genieten. Dus als dit een poging was om mij om te kopen voor een goed cijfer, dan is dat heel goed gelukt. Maar, toen werd er ook nog gedanst. En wat mij verraste, was dat je eigenlijk gewoon elke keer de dans gewoon beetpakt. En dan kom je in de jive terecht, dan ben je het kwijt en dan zie ik echt een gezichtje van, oh, ik weet het even niet meer. Maar vervolgens pakte je hem weer op en dat zal waarschijnlijk ook wel komen dat je een hele goede heer hebt. Kijk. Therese, jij kunt een Blackpool gedanst, of niet? Ik heb ook een Blackpool gedanst, maar die samba bijvoorbeeld, ik zeg net, op die rumba was het, ik zeg net tegen Wim, daar heb ik ook nog een demonstratie op gegeven, kun je nagaan. Maar Therese, jij bent pas 18,5. Ja, maar ik voel me niet zoals jullie er nu uitzien ook. Dus dat scheelt nog een stukje. Maar over dansen, ik vond het hartstikke leuk, heel goed gedanst. Je hebt geprobeerd goed om je benen recht te maken. Je had natuurlijk een superheer bij je staan. Maar je hebt je goed geweerd, meid. Go girl. Kijk. We zouden het even te rekenen. Als je nou 19 bent en nog 50 jaar terug heb je als 40-jarige net wel heel bijzonder goed gedanst. Even terug op de dans te komen. Je hebt het eigenlijk van een kant heel eenvoudig gehouden door gewoon de standaard dansen te pakken. Maar wat heel moeilijk is, is om iedere keer weer opnieuw te starten en om dan toch nog die flow te houden. En dat is jullie absoluut goed gelukt. Ja, maar we hebben een gynaecoloog in huis, hè? Dus dat komt helemaal goed. Nou, ik moet even een persoonlijke noot geven, opa. Ik vond het in ieder geval erg goed bedacht. En ik had al tegen je gezegd, als je dit doet, dan heb je Wim in de pocket. Gaan we eens even kijken of dat met het cijfer ook is gelukt. Is gelukt. Wauw, Marcel. En een 9 van Therese en een 9 van Arjen. Dankjewel. Dames en heren, 50 jaar later. We hebben even geduld. Dus de vuur afgaan. Oké, en nu opzouten. Nou jongens, wat een creativiteit. Crea Beers hebben hier in de house. Dames en heren, zeg maar gewoon Nina en onze eigen Vaseline aan Zwitser. We gaan even naar de green room. Kijk die even mee. Want ze hebben natuurlijk ook zichzelf omgekleed en zijn helemaal klaar voor jullie om te performen. De freestyle.
Jij zei vaseline, maar ik dacht dat het ook feet was. Ontharingscrème. Sandertje, jullie zijn lekker casual gekleed, hè? Je hebt wel een paar mooie wimpers op, maar je hebt voor de rest lekker je eigen kleding aan. Wat kunnen wij zo meteen van jullie gaan verwachten? Hip-hop en stijldans allebei. Kan je een beetje hip-hoppen? Ja, schiet ze wel. En als het niet goed is, wie geven we daarvoor dan de schuld? Jou. Hij doet mijn hip-hop les. Zo, die durft. Maar van wie heb jij het geleerd? Dat was niet van mij. Ja, van mij. Maar je wil hem er niet de schuld van geven? Ja, het is een beetje zielig. Schatje, één wijze les. Dat is niet zielig. Ja, Sander heeft het allemaal verkeerd gedaan. Kijk, zo mag ik het horen. Sander, heeft ze een beetje naar je geluisterd deze week? Nee. Echt niet? Nee. Ze is een beetje eigenwijs. Ja. Ik word hier in onze oren gefluisterd, het zijn alle vrouwen. Sandertje, heb je al een vriendinnetje? Nee. Dus Sander die gaat vanavond proberen ook een telefoon. Ga jij ook proberen een telefoonnummer te scoren? 3, zeg. 06. Oké, nou, ik ben benieuwd of dat jij me na deze dans Therese zo ingepakt krijgt dat jij van haar de telefoonnummer krijgt. Ik wens jullie heel veel succes met jullie freestyle. Dames en heren, Sander en Nina. Mental power! Dames en heren, met hun freestyle, Nina en onze eigen Sander. Yeah.
Don't you know? Nou, wel, wat weten wij niet, dames en heren? In één zullen we weten, want het was een fantastische show. Dat weten we zeker, dames en heren. Nina en Sander. Plastic, fantastic, met zijn magnesium. Daar leek best wel veel zwitserpoeder. Ruim je dat ook op? Nee. Opsnuiven. Ik ben benieuwd wat voor effect dat zou hebben. Nina, dat was best goed. Ging het ook lekker? Ja. Alleen een Engelse wals dansen op gimpies, dat valt niet mee, hè? Maar toch heel goed gedaan. Ben je ook trots op de? Zeker. Kijk, dat is heel mooi. Wim, vond je dit nou een echte freestyle? Ik vond van wel. Het was heel erg freestyle. En net wat Debbie zei, het is helemaal niet zo makkelijk om te zingen als we als op die gimpen te dansen. Maar het zou je vergeven. Want alles wat je doet, daar zit zo'n natuurlijke flair in. Je wisselt heel makkelijk. Van hip-hop, street dance, ballroom, stukje letten. Je doet het allemaal alsof het je geen moeite kost. Wel zou ik willen dat je altijd blijft vasthouden dat het gewoon heel erg leuk is wat je doet. Je vergaat van de zenuwen. Maar dat willen wij helemaal niet zien. Wij willen die hele leuke meid zien die gewoon zo lekker staat te dansen. En dat, ik geniet daarvan. Dat is heel erg mooi. Compliment aan Sander. Want jij hebt het helemaal dat je hier gewoon niet zo neer moeten zetten. Het einde van deze freestyle vond ik een beetje heel erg abrupt. Ook dat nemen we op de koop toe. Want voor de rest, perfect. Excuses voor, maar we moeten het wel even bijvertellen. Er was van de week met de muziek iets misgegaan. Stefan die wilde de muziek in elkaar zetten en in één keer halverwege bleef het programma hangen en het werkte dus helemaal niet meer. Dus het moest op het laatste moment allemaal nog in elkaar gedraaid worden. Dus ik weet dat het geen excuus is, maar ja, eigenlijk wel. Therese, ja. Krijgt hij je telefoonnummer? Natuurlijk. Alles voor de tien. Mijn auto staat vol. Nou, ik vond, het is eigenlijk wel iets wat je niet kunt. De dame en de heer. Ik zie jou. Want je gaat overal in mee. Ik bedoel, hè, dus hij is dan de man, natuurlijk. Maar je kon echt heel goed volgen en ik vond echt op de riffs die erin zaten, geweldig. Ik heb je heel goed gedaan. En heel leuk aan jouw partner natuurlijk. Ja, hij lijkt niet zo sterk en hij lijkt niet. Oh wel. Het is puppy, wij noemen het puppy power. Oké, puppy power. Zwitserland power. Maar Je krijgt dadelijk een wikje van me. ik heb hem al in heel veel verschillende dansvormen kunnen beoordelen vanavond. En super joh. Alle twee heel goed gedaan. En Arjen, geloof er misschien iets voor in de toekomst dat Nina misschien wel wedstrijden op het oog zou kunnen hebben? Hey, Nina is niet Arjen zijn dochter, hè? Nee, dat weet ik. Oh. Maar ik vraag een jury. Nee? Oh, nou. Ik weet nog wel iemand voor. Maar ik denk inderdaad, als jij gaat wedstrijden dansen, dat jij heel snel de progressie gaat maken en een heleboel mensen jou voorbij streven. Overtuigd, moeder even af. Overtuigd. Overtuigd. Nee, echt super. Als je kijkt naar de hele show, ik heb echt van het begin tot het einde geboeid zitten kijken. Ik was steeds benieuwd naar wat komt er nu. Het einde was iets abrupt en dat was met name omdat we gewoon nog veel meer hadden willen zien. Het had voor mij nog zeker 5 minuten langer mogen duren. Het was echt heel erg goed. Dank u wel. Nou, ben ik benieuwd. Een 10. Nou moeder, als je nu niet met ons in zee gaat om de meisje wedstrijd te laten dansen, dan weet ik het ook niet meer. Wat een talent. En daar moeten we zeker gebruik van maken. Dames en heren, we gaan naar de Green Room. We hebben nog steeds 3 fantastische koppels voor de freestyle in de race. Dames en heren, wie oh wie hebben wij in de Green Room staan? Sylvana, laat ze even zien. Nou, er staat hier een hele mooie dame in een roze jurk gekleed. Ik heb jullie van de week een aantal keer over de grond zien rollen. Toen dacht ik, hè? Maar ja, dit was voor jullie freestyle. Een hele aparte, maar wel een hele mooie keuze als alles goed gaat. Ben je er blij mee, Nonneke? Ja, heel erg. Gewoon dat ik gisteravond zijn begonnen. En
uiteindelijk toch een mooi resultaat hebben gekregen, hoop ik. En jij denkt, alles wat je nu doet, doe je nooit in de les. Dus dit is allemaal enorm nieuw voor jou. Leg eens uit, hebben jullie precies in elkaar gezet? We gaan dus echt modern dansen. Dus echt eigenlijk heel weinig met het stijl wat te maken heeft. Maar ik heb altijd gezegd, toen zei ik freestyle, ik zei ja, het liefste doe ik zoiets als modern. Dus ik zeg maar, ik weet niet of het überhaupt overkomt. Maar ik denk dat het wel lukt. Dus als het lukt, dan is het wel. Nou, ik vind sowieso dat je een 10 verdient voor een keer, ze zeggen wel eens out of the box denken, hè? Want modern is iets waarvan ik weet dat we niet verder zullen tegenkomen. Dus ik vind het een heel leuk idee. Van mij krijg je daarvoor al een 10. Er zitten wat liften in. Vond je het moeilijk om te doen? Ja, vooral best wel eng eigenlijk, maar het is gewoon doen en dan hoop ik dat het goed gaat. En hij vangt je wel. Ja, ik wil net zeggen, ik vertrouw op Dick. Kijk, dat is nou nog eens lief. Dames en heren, hier komen Dick en Lonneke met hun freestyle. Ja, dames en heren, hun fantastische freestyle staat op zich wachten van Dick en Lonneke. Screaming!
dat heeft toch wel een voorkeur misschien. Nou, ik was erg onder de indruk. En wat zij ook zo meteen zullen gaan zeggen, ik vond het sowieso ontzettend knap, Dick, dat je zoiets aandurfde en dat het met name ook jouw idee was om zoiets te gaan doen. Het is toch niet heel erg gebruikelijk. Het is misschien wel een idee voor jullie cursus. Ik zie je vooral wel achter. Ik denk dat zij dat ook heel graag wil doen. Nou ja, dit gaan we ook lepels aan lepels liggen. Nee, dat assisteer ik niet meer. Oh, dan wil Jolanda niet meer assisteren. Ging wel goed, hè, Dick? Het ging geweldig. Ik heb gezegd dat ik ooit niet zoiets meedoen, dat ik moet hebben. Nou, dat heb je nu gedaan en het ging echt fantastisch. Monique, jij bent ook heel trots. Ja, echt super trots. Echt, ik ben sprakeloos van. Nou, ik kan je zeggen, daar waren ze ook allemaal sprakeloos. Die hadden echt zoiets van, wauw, wat is dit mooi. Kijk. Vanuit mijn opleiding heb ik vroeger ook veel gedaan aan dansen. Ook, we hebben ook modern gehad. Ik weet hoe verrekte moeilijk dat het is. Stijl dansen is moeilijk, maar modern is eigenlijk, vind ik persoonlijk, nog wat moeilijker. Veel moeilijker nog om wat te verbloemen. Ik vond het ook een nou, alleen we spreken nog ook iemand. Krijg er een keer les van. Het is bijzonder moeilijk en je hebt er toch iets heel erg moois zo in ingezet. Ik ben onder de indruk, absoluut. Super gedaan. Therese, ik ben zeer zeker onder de indruk. Ik vond dat je er helemaal in zat. Vond je dat? Ik vond het echt. En ik, hoe zeggen ze dat er echt bij Strictly? Het raakt me. Maar dat vond ik echt heel erg goed. Je hebt natuurlijk een super dame. En complimenten aan de dame. Maar ik vond het voor jou, het begon al heel erg goed. Je zat echt in je rol. Je voelde het volgens mij. En daardoor voelden wij het ook. Super. Ja, je kiest een nummer, een gezongen nummer. Als je een instrumentaal nummer neemt, dan kun je er alles mee doen wat je wilt. Neem je een Engelstalig nummer, 9 van de 10 weten niet waar de tekst over gaat. Je hebt een Nederlands nummer, je hoort de tekst. Daar moet je op dansen. Het wordt een moderne dans. In het begin was ik bang dat we veel van hetzelfde te zien zouden krijgen. Maar naarmate de dans vorderde, verdween dat idee. Dan komt er een stuk rumba in. En dan ben je geneigd om te snel te gaan. En dan komt Lonneke en die stuurt je helemaal bij, zodat het echt weer gaat kloppen. Daarna ga je weer, hop, de moderne dans in. Een hele mooie samensmelting van twee vormen van dansen met een heel moeilijk muzieknummer eigenlijk. Want zet je gevoelens maar eens om in dat wat je laat zien met z'n tweeën. Een paar liften erin waarvan ik dacht van, als die maar goed gaan. En ze gingen gewoon goed. En een spectaculair einde. Heel erg mooi en ook enorm onder de indruk van jullie. Ik denk dat het best wel spannend kan worden. We hebben al 2 keer 10 gehad, 3 keer 10. Wat gaat het worden? Ik ben eens benieuwd. Arjen? Ja. Een 10? Ja! Dat is allemaal weer 3 keer 10. Iedereen, dans hier maar mee. Dance in the Stars, 2013. Dames en heren, wij gaan naar het voorlaatste paar. Ik ben heel benieuwd. Kijk die even mee. Ja, Remy, ik ben eigenlijk ook heel erg benieuwd. Want ik moet wel heel eerlijk zeggen, we zien zoveel dingen langskomen, allemaal mooie jurken en mooie kleding. Maar Stefan en Saskia, dat zijn 2 mensen die hebben elkaar gevonden en gezocht. Saskia die gaat werkelijk in ieder idee wat hij heeft, gaat ze in mee. En wat je ook iedere keer waar je weer ingestopt wordt, nou, je ziet er echt beeldig uit. Saskia, wil je er zelf nog iets over kwijt? Nou, mijn goede vriendin heeft deze geweldig mooie jurk voor me gemaakt. Daar ben ik ook heel blij mee. Maar ja, ik had ook wel eens een hele mooie broekjurk willen hebben. Maar het is met Vince Hans is dat gelukt. Dus en de rest volg ik maar gewoon, Stefan. Ja, je volgt gewoon zijn ideeën, dus je hebt nu weer een jurk zonder steentjes. Virgin Mary, hè? Absoluut, met Virgin Mary, de maagd Maria. Okay, ik zie de man hier nee knikken. Jawel, joh, hij heeft er geen verstand van. Hij is Engels. Dat bestaat er gewoon maar niet. She's still a virgin? No. She's still a virgin? Ja. Just say yes.
Steef, was dit jouw idee? Wat? Was haar gezien? Oh, we hebben een Duitser. Was het echt zijn idee? Ja, was zijn idee. Dit is Sister Act van de film. Mooie film. Heb je hem gezien? Ja, verschillende keren. Vorige week was die er nog wel. Dus je weet er alles van. Nou, dames en heren, ik ben ontzettend benieuwd naar de freestyle van Stefan en Saskia. Heel veel succes. Freeze the doors. Onze eigen Whoopi in the house en deze keer ook de blanke versie. Dames en heren, de freestyle versie van Saskia en Stefan. Zeker goed gedaan. Nou eens kijken of ze ook heilige punten krijgt.
Nou, er is één ding wat ik wel even heel eerlijk kwijt wil. De slowfox stond is een van de moeilijkste dansen die er is. En ik denk dat ik voor ons allebei spreek. Wij zijn dansleraren, net zoals dat er daar eentje zit. Het is ontzettend moeilijk wat jij deed om alleen in slowfox te starten en uiteindelijk toch samen te eindigen. En daar wil ik wel even een applaus voor. Want het is echt onwijs moeilijk. Maar het thema, ontzettend grappig. En alles lekker gegaan? Ja, vond ik wel. Ja. Ik heb genoten, ik heb mijn rol mogen doen. Dus geweldig. Ja. De heilige Maagd Maria. En het begin, dat was te zien. Ik ben niet op mijn kont gegaan, dus... Ik zie hem nou voor dat ik zou denken, wat gaat hij doen? En hij begint in één keer te rennen. Dit heb je altijd al een keer willen doen, over Saskia heen springen. Ja. En het was goed gelukt, of niet, Steven? Ja. Want ik ben wel tevreden. Ja. En Debbie, noem eens even naar Simon. Simon, did you like this? Yeah? Wacht even. Want hij was spreekt... she a naughty version? Hij spreekt ook gewoon Nederlands. Simon, is ze thuis ook zo explosief? Maar dat sprongetje wat Stefan deed, hè, dat kan jij vanavond ook met haar. Ja, ik kan wel oefenen. Zeker. Zo, hop, de bed in. Hop. Kijk, nou dat zijn wijze woorden, daar kunnen we wel wat mee. Je laat me wel een hele eind lopen, hoor. Ding. Ja, Debbie maakte het gras voor me goed een beetje weg, want ik wil het inderdaad aanhalen. Dat stukje slowfox, dat je als dame achterwaarts moet gaan, vraag het aan gewoon geoefende wedstrijddansers om dat te doen. 9 van de 10 zullen het niet kunnen. Het is inderdaad echt heel moeilijk. Je wilde graag de glitter en glamour hebben, maar het voordeel van deze outfit, je hebt nooit een bad hair day. Nee, dat zit gewoon heel erg mee. Het zit ook lekker warm, het is ook zo, plots een oksel erbij, wat maakt dat ook uit. De hele performance bleef je de kracht houden dat je het gewoon volhield. Je kakte niet in, je ging van de ene dans naar de andere dans. Het ging als een geoliede machine achter elkaar door. Nergens liet je merken, je handen gingen niet zakken, je armen bleven hoog. Je ging gewoon door. Wat een energie, wat een compliment. Oude goed gek, hè? Wat is er nu wat zeker is, Therese? Nou, het was allemaal niet glitter, ik vond het heel erg glitter. Super. En je hebt heel die moeilijke slowfox, want het was ook moeilijk op deze muziek ook om in de maat te blijven. Maar je hebt natuurlijk super hierbij gestaan. En een hele goede bovenlast is het gewoon. En bromfiets, ja. Een oude bromfiets wordt er hiernaast gezet, gezegd. Je had zoveel energie. En vooral die laatste Dea's nekking draait. Ik denk, oh jezus, dat moet ik. Super, ik heb er echt van genoten. Je bleef van begin tot eind boeien. Heel erg goed. En even één ding, hè. De volgende keer wat je zegt, Stefan die houdt daar nogal van die showtjes en het moet allemaal heel grappig zijn. Maar deze keer sloeg hij wel in als een bom, hè. Nou, ik vond de heer minder. De dame was gewoon goed. Oké. Dat maakte de hele show. Kijk, hij wil jou geen compliment geven, Steve. Kijk of dat je die van Arjen wel krijgt. Ja, ik weet nou wat ze met al die kerken moeten gaan doen die zo'n sluiten zijn. Moeten ze gewoon dansvoer in leggen. Dit was echt zo heerlijk om naar te kijken. En als heb je het publiek nog gelet ondertussen? Iedereen was aan het meeklappen. Het was de eerste dans waar iedereen er helemaal bij betrokken was. Super bedankt. Dus kijk toch dat de punten ook super zijn, hè? Ze staat helemaal te zweten. Wim? Oh, ben je klaar? Een dikke vette? 10. Hey. Therese, een 10. En dan kan Arjen niet achterblijven. Nou, ze hebben heel veel plezier gedaan. Gefeliciteerd. Nou, super dames en heren. Spullen, dat zei ik op het begin van de avond. De ene is nog leuker, de andere is nog beter dan de andere. Het wordt geweldig.
Ik ben benieuwd naar de punten. Maar voor we zover zijn, dames en heren, zijn we toegekomen aan de laatste freestyle van vandaag. En wat voor eentje, jongens. De productie, dames en heren. Ik zet het licht nog een keer aan. Kijk eens, dames en heren, de productie van vanavond. Geef ze een applaus en een dankjewel om alles genoteerd te hebben tijdens de generale repetities. U kunt een beetje achter schermen meekijken. Dat zie je op televisie natuurlijk niet hoe alles klaargezet wordt. Hoe het allemaal tekeer gaat. Nu doe ik het licht uit. En dan zie je ook tevens de joke. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Yes. Ben ik er? Nee, ik moet je nog even schakelen. Schat. Schatje. Ben ik er? Ik geef nog één keer een applaus. Applausje voor onze eigen Savannah. Debbie Kreeuwen. Kijk, nu word je geschakeld. Heel mooi. Corine. Je freestyle, maar daar heb je wel een partner voor nodig. Ja, die is er eventjes niet. Dominique had zoiets van, ik ben een beu, al die tijd die ik erin heb gestoken, ik ben jou zat. Nee, dat niet. Maar hij is even een schoonheidsslaapje aan het doen. Ja, dat moet ook wel eens gebeuren, toch? Dan kan je nog even doorslapen. Ja, die was laag, hè? Je zei net, je hebt al die tijd met Dominique getraind en dan ga je toch wel missen. Echt wel, ja. Veel plezier met hem gehad, of niet? Ja, we hebben ontzettend veel lol gehad. Ja, heel veel. Dus je vindt het jammer dat je dan volgend jaar niet meer mee kan doen? Ja, maar de winnaar mag toch volgend jaar terugkomen? Nou, dan alleen als jurylid, hè? Nee, dat doe ik gewoon nog een keer mee, hè? Ja, dat is dan afgesproken. Corine, ik wens jou heel veel succes met het zoeken naar je danspartner. Dames en heren, Dominique en Corine met hun freestyle. Voor Ambra, Nikki en voor René.
Dames en heren, dat was Corine en Dominique, de laatste freestyle van vandaag. En wat voor eentje geweldig. Ik wil er even bij komen staan. Kom maar, kom maar. Kom. Kijk, ja, heel netjes gedaan. Nou, hoe ging het? Goed hoor. Ja, bij jou ook? Ja. Ging die lekker? Je zat lekker erin, lekker in de maat. Jullie gingen alle drie best wel gelijk. Lang op moeten oefenen? Nee. Houd je er zo in zitten, hè? Ja. Kijk, nou, jury, we kunnen over... Oh, wacht. Oh, sorry. Dominique, was dat je ballroomgezicht? Ja. Ik dacht, dat heb ik vaker gezien. Ja. Je deed het al erg goed. Dank je wel. Lekkere muziek. Ja, makkelijk. Heerlijk. Nou, dit was je laatste... Je ging dood op de vloer. Ja. Shit happens. Het hoogtepunt moet je afscheid nemen. Dat heb je wel heel netjes gezegd. Maar ging wel goed of niet? Ja. Nou, gaan we eens kijken of zij het ook zo goed vinden. Wil jij daar naartoe lopen? Nee. Ik denk dat ik niet. Wie zei dat? Ja, Henry heeft zijn punt al gehad, hè? Wim. Ja, aan het einde de ster van de zwaan. Metaforisch gezien zou ik kunnen zeggen, jullie zijn het laatste koppel van vanavond. En ja, toen was het eigenlijk over, het leven was eruit. Laten we hopen dat het dan voor 2013 een afsluiter is en dat we volgend jaar gewoon weer doorgaan. Ik maak gelijk even van de gelegenheid gebruik om eigenlijk Debbie en Remy en iedereen die hierbij betrokken is bij Dancing with the Stars 2013 Baalwijk een enorm applaus te geven, want wat geweldig. Het heeft enorm veel tijd gekost. Als ik kijk naar jullie show, dan denk ik bij mezelf, het was gewoon een tango, maar er zat toch wel meer in. Ik vond je erg sterk in deze dans. Dankjewel. Therese? Nou, ik vond het idee heel erg apart. Wat ik helemaal niet verwacht in mijn kanaal binnen. Een doodskist, Jezus, maar dat moet raken wel voorstellen. Maar ik doe niet natuurlijk iets beter. En heel goede boven hier natuurlijk. En hij bleef echt ook helemaal in zijn rol. En dat kan me ook. En ik weet hoe Dominique danst, uiteraard. En ja, ook zo. En je moet hem echt kunnen volgen. En dat deed je perfect. Ik vond het heel geweldig van jou. Dat je goed bijhield. En het was niet allemaal even makkelijk wat je deed. En je hebt het goed volgehouden. Hartstikke goed, hè? Nou, dat is heel netjes. En voordat ik naar de laatste jury overga, volgens mij is ze er al deze zitten, ze staat er nog. Er zijn even twee mensen die ik wil bedanken, waaronder één in de jury zit, Stiles Dancer, voor het uitlenen van de kleding. Dankjewel. En ook een andere fantastische kleding die gemaakt en verzorgd werd door JB Dance Fashion. Uit Baalwijk. Uit Hoorn. Nou, Arjen, jij mag het afsluiten. Maar Corinne, ik wil eerst even het woord tot jouw dochters richten, want die stonden daar in het hoekje een beetje ver af te dansen. Maar ik snap wel waar zij die genen vandaan hebben, want dat zag er super uit. Bij jou zag het ook super uit. Dat heeft iets met elkaar te maken volgens mij. Het was een heerlijke dans om te kijken. Een hele mooie afsluiting van deze avond. Ik ben blij dat je weer op bent gestaan, want anders zou de dansschool uitgedund worden. Dat mogen we niet hebben. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hey, dankjewel. Het was heel erg leuk. Kijk eens aan. Voordat we over naar de punten, dames en heren. Als het goed is, hebben jullie bij binnenkomst een stembiljet gekregen. Daar mag je zo meteen al even een hokje aankruisen van het paar wat voor jou de meeste stemmen mag krijgen. Dan ga ik eventjes mijn assistente lief aankijken. Die komt dan de papiertjes bij jullie ophalen. Onze kleine lieve Ambra. En dan gaan wij zo snel mogelijk de punten tellen. En dan zullen wij daarna zo snel mogelijk tot een resultaat komen. Dan gaan we eerst eventjes naar de cijfers. Wim, een 9, een 9 en een 9. Kijk eens aan, heel netjes. Dankjewel, Corinne en Dominique. Dat was de laatste paar. Dames en heren, gaan jullie je punten op papier schrijven. En dan worden ze natuurlijk meegenomen en ze worden zo meteen ook opgehaald. Tot zometeen. En natuurlijk,
de dansen met de stage. Je weet het maar nooit, misschien word je gevraagd. Ik zou zeggen, keep on dancing. Dames en heren, het was een heel leuke avond. En die leuke avond is mede mogelijk gemaakt door een driekoppig jurypanel. Ze zitten in een zetel. Mag ik nog een keer een heel groot applaus? Als eerste, onze vrouwelijke cheerleader. Dankjewel aan Therese Bouka. De winnaar van Dancing with the Stars 2012. Geef hem een dame een applaus, de eerste editiewinnaar, Arjen Vastenburg. Dankjewel, Arjen. Hij vond het heel jammer dat ik dit jaar niet meer kon doen zelf om te dansen. Maar dit was ook een leuke rol te vervullen, denk ik, Arjen. Dames en heren, wij vinden het eigenlijk kei fijn en kei gaaf dat hij er toch bij kon zijn. Hij heeft natuurlijk heel druk met zijn eigen kledinglijn. Hij heeft volgens mij morgen een wedstrijd waar hij staat. En toch heeft hij zich in alle bochten weten te dringen om hier vandaag bij jullie en ons aanwezig te kunnen zijn. De juryvoorzitter met zijn leuke commentaar. Vaak heel gevat, maar het is wel heel erg smart. Dames en heren, dankjewel aan Wim Slijkhuis. En natuurlijk hopen we dat jij de volgende dag ook weer bij bent. Ja, dames en heren, dit feestje hebben we met jullie, maar zeker met deze fantastische zingfinalisten hebben we dat bereikt. En dat hebben we met z'n allen gedaan. En ik weet nog, toen ik klein was, dat ik dit nummer hoorde met z'n allen. Ken je dit nog? Nostalgie. Laten ons niet kennen, nee. We gaan gewoon. We gaan ze even rennen voorstellen, dames en heren. In de eerste plaat van Dancing with the Stars 2013. Mag ik daar een applaus? En Henry en Sita, daar komen ze. Dankjewel, Henry en Sita. Sita, je was geweldig. Dames en heren, tweede paar in deze grand finale. Mike en Lisa. Henry, wat weet je hier zeggen? Oh, sorry. En dat gaan we wel even duren. Dankjewel, Sandra en Marcel. Dames en heren, we gaan naar het vierde paar in deze grand finale. Ze hebben het bereikt. Dames en heren, Nina en Sander. Dames en heren, vijfde paar in deze grand finale. Wat hebben ze hard gewerkt? Dick en Lommeke. En wat zijn we dan met ze? Hey. En de voorlaatste paar. Ja, zoals ik al zei, het was lachen hier worden met onze eigen Saskia en Stefan. Wat zijn jullie van plan? Oh jee. Als dat maar goed gaat. Ja, dames en heren. Jongens, de dingen is genoeg op jullie.
Nou, get out of your box. Ja, sponsor dat Lira. Goed, dames en heren, dit waren de 7 finalisten van Dancing with the Stars 2013. En zodra dit deurtje komt, dan wordt het heel erg spannend. We beginnen vanuit de volgorde 7 de plaats. En dan gaan we uiteindelijk naar de winnaar van Dancing with the Stars 2013. Wie gaat het worden? U heeft als publiek uw stem gegeven. Bij de voorronde was het hard schreeuwen of niet hard schreeuwen. Deze keer heb ik het echt op papier genoteerd. Sylvana, je mag het woord doen. Oké. Het paar wat op de 7e plaats eindigde in deze finale heeft het hartstikke netjes gedaan. Volgens haar eigen woorden had ze liever de finale niet willen halen. Maar volgens mij heeft ze het hartstikke goed gedaan. Dames en heren, Henry en Sita met 51 punten. Van harte gefeliciteerd. Het paar wat op de 6e plaats is geëindigd, probeerde in de freestyle een van de juryleden in te pakken. Kreeg daar wel een 10, een 9 en een 9 voor. Jullie hebben 5 stemmen vanuit het publiek gehad. Op de 6e plaats Marcel en Sandra met 56 punten. Hartelijk gefeliciteerd. In zowel de voorronde als in de finale lieten jullie zien dat jullie allebei ontzettend creatief zijn. We hebben heel vaak met jullie gelachen, ook tijdens het trainen. Ik denk dat de 5 stemmen echt puur vanuit de familie zijn gekomen. De kinderen hebben de opdracht gekregen te stemmen, maar echt een fantastische show. Op de 5e plaats Dominique en Corine met 57 punten. Gefeliciteerd. En nu wordt het spannender en spannender. Het paar wat op de 4e plaats is geëindigd, heeft zeker wat met het jurycommentaar gedaan. In de eerste serie kregen jullie te horen dat jullie iets te veel show hadden en te weinig dansen. Daar hebben jullie echt wat mee gedaan. 3 keer een 10 in je freestyle. Op de 4e plaats Stefan en Saskia met 63 punten. Ja, en nu wordt het heel spannend, want we gaan naar de podiumplaatsen. Op de 3e plaats. Op de 3e plaats is een paar geëindigd wat ook heel erg creatief was. Ik was blij dat hij vanavond gynaecoloog was. Dames en heren, Lisa en Mike met 64 punten. Over en die wil ik graag eventjes naar voren hebben. Jullie mogen even. Het scheelde niet, joh. Sander, over jou hebben we heel vaak het grapje Zwitserland gemaakt. Je hebt het nu erger gemaakt, maar je kan ermee lachen. Nina, je bent een fantastische danseres en we hopen echt dat je er iets mee gaat doen. Dick, in je cursus ben je altijd gewoon lekker gezellig, samen met je ontzettend mooie vrouw. En wat ik ontzettend tof vond, was dat je een freestyle hebt gekozen, wat al eerder is gezegd, wat heel erg moeilijk is. Maar je hebt echt je hart en je ziel erin gelegd. Lonneke, we missen jou nog steeds bij de wedstrijd, dames. Maar je hebt echt een fantastische performance neergezet samen met jouw danspartner. Als we medailles zouden hebben, zou de zilveren medaille gaan naar... Dames en heren, de winnaar Dancing with the Stars 2013, Nina en Sander! Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Congratulations. Om even aan te geven hoe close dat het was. Sander, jij hebt het wel gewonnen samen met jouw mooie danspartner. Op het aantal punten wat je kreeg vanuit het publiek. Dick deed het met 22 stemmen vanuit het publiek.
Jij kreeg er 24. Dick, jij bent geëindigd met 77 punten. En Sander, er zat maar 2 punten verschil tussen jij met 79 punten. Wauw. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En nu gaat de juryvoorzitter jullie de wisseltrofee overhandigen. Wat jullie 2 maanden in jullie bezit mogen houden. Dames en heren. Dit is het moment dat jullie even foto's en reels mogen maken. Dus als je een foto wil maken, mag je hier op de vloer komen. En van dit winnaarkoppel, Dancing with the Stars. De kampioenen van 2013, dat is nu wij. Dames en heren, nogmaals een applaus voor de jury. Dankjewel, juryleden. En natuurlijk aan mijn lieve schat, Debbie Kreewinkel, wat vandaag, ondanks dat ze niet graag wil horen, toch een mooie Sylvanerrol heeft overgenomen in de Green Room. Dames en heren, Debbie. En tevens wil ik ook de organisatie bedanken, onder andere de productie. Bijvoorbeeld een John, bijvoorbeeld een Melissa en een Robin. Hartstikke fijn dat jullie ons achter de schermen hebben behandeld. En natuurlijk Herman voor de zagen, timmerwerk, etc. En mijn lieve schoonouders Rob en Jolanda voor het steunen en voor het eten en etc. Dankjewel. Ja. Oké, dames en heren, ik wil graag wel heel even een heel groot applaus voor degene die eigenlijk dit heeft bedacht. De hele avond de oren van je kop heeft geluld. Remy. Dankjewel, Fries. We gaan er volgend jaar zeker weer een Dancing with the Stars van maken. Maar dan Dancing with the Stars 2014. Toch, denk ik. En dan is deze jury ook weer van de partij. Dames en heren, we gaan zo meteen afsluiten. Ik wil nog graag heel eventjes al onze dansers bedanken dat jullie al die moeite erin hebben gestoken. Wij hebben een klein beetje meegeholpen. Ik zeg heel eerlijk, met de finale hebben wij niet zo heel erg veel gedaan. Hebben de paren het grootste gedeelte zelf gedaan. Ik vind het onwijs tof om te zien hoe creatief dat sommigen zijn geworden. En hoe sommigen vooruit zijn gegaan in het lesgeven aan anderen. Want dat is heel iets anders dan zelf dansen. En mijn allergrootste dank gaat uit naar het publiek, wat ook voor deze keer weer heeft gekozen om gezellig naar de dansschool te komen. Dankjewel en graag tot volgend jaar. Dames en heren, dit was Dance with the Stars 2013. Ik zou zeggen, blijf lekker in de buurt. Dan doe nog even een drankje aan de bar om even gezellig na te kletsen. Ik zou zeggen, bye bye, tot volgende keer. En het volgende themafeest is gepland voor de 18e mei, de Ladies Night. Bye bye. Hartstikke gefeliciteerd, jongens.